Yo, welkom hier vanuit La Résidence de la Vieux Port. Nee, dat is ons hotel. Het is dus fout gezegd. Het is La Résidence du Vieux Port. Ja. Ah, oui. Daar zitten we dus nu. We zijn hier dus in Marseille. Ja, je hoort het, dat klinkt Frans. We zitten inderdaad in Marseille, in Frankrijk. Kamer 501. Alec, ja, 501. Voilà. En, heb je een kaart? Ja. Oké. Okay. Ja. We gaan nu naar beneden. Dat doen we omdat beneden de ontbijtzaal is. Wow, ja, een beetje heel sterk licht. Ja. En we gaan dus lekker eten. We hebben gisteren ook al gedaan. We weten dus ongeveer hoe het werkt. Cool, ja. We gaan zitten en dan ga je naar het buffet alles halen wat je wilt. Een beetje melk voor bij de cornflakes natuurlijk. Ook nog andere cornflakes. Ja, en espresso koffie, dat is de beste. Hè? What else natuurlijk. Ja. En dat is ook ongeveer hetzelfde machine zoals wij ook thuis hebben, hè? Nee, het is ongeveer het is eigenlijk precies dezelfde machine zoals wij thuis hebben. Dus als we koffie zetten, is het precies of we terug aan het werk zijn. Ja. Maar dat is het natuurlijk niet. Nee, nee. Hier hebben we dan ook wat vlees, de saucisson en een beetje spek. Bosje, spek en ui. Ja. Ui. 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 Hier kan je ook nog een eitje hard of zacht laten koken. Ja, voor de eitjes in, ja. Dan heb je pannenkoekjes, stukje brood. Je hebt hier ook nog dingen, pistolets. En stokbrood. Koffiekoekjes. Verschillende. Mm. Oh, dat ziet er ook wel heel erg lekker uit, hè? Oh, dat is kei schattig. Ja, zo'n mini muffin. En dan heb je hier ook nog heel wat vlees en vis. Verschillende kazen. We zijn natuurlijk in Frankrijk, hè, dus dan moeten er veel kazen zijn. Daarachter liggen er ook nog een paar. En heel veel yoghurtjes. En ook wat vers fruit en vers fruitsap. Dus dat zit in die bussen, maar het proeft als vers fruitsap. Dat zal ook volgens mij wel zo lekker zijn. Ja, en hier zijn wij. Ja. Ik wist dat jij pannenkoekjes ging nemen. Ja, ik vind het heel graag. Zeker als er ook een lepeltje voorbij is. Kei lekker. Ik heb borstjes, spekjes, een stukje kaas en een stukje brood. Smakelijk. Na een lekker ontbijtje staan we hier terug in onze hotelkamer. Nu is het een beetje rommelig, maar het is echt een super, super, super mooie hotelkamer. Heel erg veel kleurtjes en zo. Beetje, ja, het is natuurlijk wel design, dus heel veel kleurtjes. En een rommelig bed, want hier hebben we dus geslapen. En dan hier echt, was lekker warm vandaag. Hier hebben we een heel mooi uitzicht met Jeno die aan het genieten is van het mooie uitzicht. Ik kan daar uren naar kijken. Ja? Ik bedoel, je hebt hier alles. Je hebt hier, hieronder heb je ten eerste heb je terrasjes. Ja. Heel gezellig. Daarachter heb je een voetpad. Dan heb je een rijbaan. Dus er rijden heel wat autootjes, kamionnetjes. Ja, en die rijden dus, allemaal met hun tendoel. Vespatjes heb ik ook al zien rijden. Daarachter heb je dan nog eens een hele lange wandelboulevard. Ja, met een markt erop. Met dan nog eens een marktje. Heel veel kaartjes. Daarachter liggen bootjes te dobberen. En daar, daartussen, tussen die bootjes die te dobberen, daar zie je eentje. Daar is een bootje aan het varen. Ja. Zie je het? Ja. Ja, dan heb je dat. Dus, dan heb je daar links. Links van ons heb je ook nog eens een langere wandelboulevard met ook zo nog een pleintje eigenlijk. En dan achterin, achter die bootjes, dan zie je nog eens een wandelboulevard met daarachter de stad en de berg. Ik bedoel, je kan hier gewoon uren blijven kijken. Als je naar daar kijkt, zie je nog eens een kasteel ook. Ja, echt keimooi gewoon. Echt, het uitzicht hier is gewoon fenomenaal prachtig. Dit is gewoon een levend kunstwerk. Echt waar. Bewegend levend kunstwerk. Ja, en je kan hier gewoon uren naar kijken. Dag en nacht, want s'avonds is het ook prachtig. Ja, met al die lampjes. En s'avonds branden er hier allemaal blauwe lampjes aan een bootje. Maar die avond zullen we vandaag niet meer meemaken, want we moeten om 4 uur alweer vertrekken richting België. Dus we hebben geregeld met NRBS Internationaal. En dan nemen we terug de TGV. En gaan we terug. Ja. Oh. Oh. Maar we vinden het hier zo fijn in Marseille en we willen zeker een keertje terugkomen. Ik zou heel graag nog eens terug willen komen, maar echt waar. Het is zonnig vandaag, ik moet echt, moeten mijn ogen optouwen. Nu zijn we echt de toeristen aan het uithangen hier, hè? Het is een toeristisch treintje. Dat gaat ons dadelijk dus naar de basiliek brengen. Ja, de basiliek die je daar achter ons ziet, daar op de berg. Zie je dat? Daar rijden we met dit treintje dus naartoe en dan gaan we de basiliek gaan bekijken. Ja. Dat ligt erbij. Grappig, dat is heel handig eigenlijk, dat treintje daar gewoon naar gaan. Super handig. Ja. Beetje toeristisch, maar ja, dat moet kunnen natuurlijk. Hè. We zijn hier ook op vakantie. We zijn ook toeristen, hè, mama. We zijn bovengebracht met het treintje en dit is ons uitzicht, jongens, toch? Je hebt hier een prima uitzicht op al heel de stad. En je kan nog veel verder kijken zelf, daar in de verte.
Mooier, hè? Ja. Daar is trouwens de oude haven dat je hier beneden ziet. Daar is ons hotel. En hier heb je de basiliek. Hier zijn we naartoe gebracht. Goed, we bezoeken het meestal niet, maar nu we hier zijn en dit zien, word je er toch wel even stil van, hoor. We kunnen nu ook met datzelfde treintje terug naar beneden gaan, maar we hebben besloten om het te voet terug naar beneden te doen. Ja. Dus we hebben ons ticket van het treintje weggegooid. We gaan gewoon te voet naar beneden. Sportief. Dan ontdekken we misschien ook nog andere leuke plekken. Dan zit je vast naar het treintje. Dat was wel perfect om dus naar boven wel te gaan. Kost trouwens 8 euro per persoon. Ja. Valt wel mee. Ja, het is natuurlijk een beetje een toeristische attractie. Je bezoekt ook wat toeristische pleisters zo onderweg naar deze basiliek. Maar ja, uiteindelijk kan je ook nog een treintje terugnemen. Dat gaan we dus niet doen. Nee, maar dat is een smal deurtje hier. Ik ken een paar mensen die hier niet doorheen zouden passen. Nee. En die brievenbus ook, er past ook niet veel in, hoor. Lekker klein. Geen PostNL pakketje in ieder geval. Even snel wat eten en wat drinken. Wow, het is echt zo'n praatpaal precies zo hier op tafel. Er zit in ieder geval een flesje wijn in. We zijn wel lekker aan het opdrinken. Terwijl we lekker eten. Smakelijk, hè? Smakelijk. Hey, ga eens in het water, schatje. Je hebt hier een openbaar zwembad. Met jetstreams. Je kan tegen de stroming in zwemmen. Gepakt en gezakt met een koffer en nog een paar winkelzakjes. We hebben nog wat dingetjes aangekocht, waaronder sushi voor onderweg. Ja, lekker. We staan nog één keertje aan de haven en een beetje verder, daar heb je een metrostation. We hebben intussen onze weg naar het metrostation ook al gevonden. En die gaan we nemen om zo naar huis te keren. We gaan richting de treinstation. Je moet TGV nemen. Ja. Tickets geregeld via ENBS Internationaal. En dan zit erop. Oh. Ik wil nog niet naar huis. Gaat er missen, zo mooi uitzicht. Ik ook, het is lekker weer. Ah, geniet er nog eventjes van, die mooie zon die hier aan het schijnen is. Ja, heerlijk, gewoon. Ah. Zullen we nu naar de metro gaan? Ja, oké. De metro, c'est là-bas. Au revoir, Marseille. Je was geweldig. A bientôt. A bientôt. Je hebt ook nog een lekkere milkshake mee, zie ik. We staan nu echt op het station hier in Marseille. Over 10 minuten vertrekt deze TGV naar Brussel. Dus. Kijk maar. Ah ja, inderdaad, staat er onderop. Brussel Midi. Daar gaan we naartoe. Ben je klaar voor? Alrighty, daar gaan we instappen. We hebben intussen tijd een tweetal uurtjes of al langer. Een beetje geslapen, dus ik weet het niet goed. Al 4 uur is onderweg. 4 uur. We zijn er bijna. Nog eventjes en dan zijn we terug. Ja, het is best wel zo al donker geworden, zoals je ziet. Het is echt wel zalig eigenlijk. Ik zit hier echt gewoon heerlijk chill, relaxed, een beetje op mijn telefoon te werken. Echt om hier echt ook super veel beenruimte trouwens. En ja, het is ook leuk, want we hebben echt heel veel ruimte. Dus we rijden ook nog eens de juiste richting uit. Dat is altijd een pluspunt, hè? Ik vind het wel, merkt. En het gaat echt ook wel super snel, geef toe. Als je in 5 uur en een half gewoon in Marseille kan staan, dat is echt wel gewoon super. Ja, onze koffertje zit trouwens hierboven. En die gaan we pas maar uithalen wanneer we aangekomen zijn. Althans, zelfs passeren we nog wel Lille, maar daar stoppen we niet, hè. Het is een verkeerde Lille, het is een Franse Lille. Ja, wij wonen in Belgische Lille. Ja, dus heel grappig eigenlijk. En dan liggen we straks weer in ons eigen Lilsbedje. Ja, eigenlijk kijk ik er wel een beetje tegenop, want het was zo'n leuke hotelkamer, het was zo fijn in Marseille, maar het is ook alweer fijn ook alweer om thuis te zijn natuurlijk. We zijn een paar tintjes bruiner geworden. Maar ja, toch wel. Het licht hier helpt ook nog wel voor onze tintjes bruin. Doe je? Zo meer oranje licht hier in het plein. Dus. Ah, oké. Okay. We zijn ook echt wel gebrand, hoor. Ja, tuurlijk. Ik zie zelfs hier zelfs nog mijn jurkje staan. Ik weet niet of je dat nu zo gaat zien. Nee, dus. Maar ik ben toch wel best nog wel veel gebrand. En ik heb echt waar een top vakantie in Marseille gehad. Ik heb ervan genoten van het begin tot het einde. Vanaf we in Brussel
de TGV opgestapt zijn totdat we ja, nu eigenlijk, dat met thuis zou eigenlijk, zou ik zeggen, heb ik gewoon genoten tot en met. Ja. Marseille is zo mooi. Er zijn, ja, ik weet het niet, er waren mensen die niet zo al te positief waren over Marseille, maar echt dat... Die moeten we ongelijk geven. Ja, die moeten we echt wel ongelijk geven. Marseille is echt wel super mooi. Het is fantastisch mooi licht ook voor foto's te maken. Dus ik heb zeker wel denk ik een 40, 50 foto's gemaakt. Dus waarschijnlijk als je nu gaat zien op Instagram, ben ik nog altijd foto's aan het plaatsen van Marseille. Je hebt ook mooie locaties daar. Het was zo'n mooie locaties. Het was echt, ja, echt top. Het was af. Het was echt vakantie. Ik ben echt zo ontspannen ook. Het was ook nog mooi weer, lekker eten, een top hotel. Ja. Meer bevat hij voor mij niet meer te zijn. We hebben alles al gehad. Bedankt voor het kijken naar deze video. Zeker en heel graag tot de volgende keer. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.